Oké, welkom HAVO 4. Even een paar woorden over het maken van grafiek in Excel. Ik begin met het allersnelste voor de mensen die ook snel klaar willen zijn. Er zijn een paar hele kleine dingen waar je aan moet denken op het moment dat je een grafiek maakt. Je ziet hier een prachtig mooi een aantal gegevens die heb ik verzameld. Ik heb iedere seconde gemeten en dan heb ik een bepaalde afstand heb ik daarbij gevonden. Ik zei het al, ik heb iedere seconde gemeten. Dus dat betekent deze tijd hier, die is nog niet verder ingevuld. Daar gaan we nu mee aan de slag. Op 1 seconde is hij 12 meter. En dat betekent, kan ik hier natuurlijk 2 seconden is hij 28, 3 seconden is hij 32. Maar ik kan hier nog meer mee. Ik kan dit heel slim aanpakken door te zeggen van joh, moet je luisteren. Ik wil bij het vakje wat hiervoor staat, daar wil ik er 1 bij optellen. Daarvoor geef ik aan, ik geef hier de is. Wat in deze cel moet komen is, en daar komt dus die is vandaan, is het vorige vakje B6 plus 1. Dan druk ik op enter en dan berekent hij dat. Het mooie is nou van eigenlijk alle spreadsheetprogramma's, want ik gebruik nu Excel, maar alle spreadsheetprogramma's kunnen dit. Op het moment dat ik nu deze cel hier kopieer, dan kopieer ik niet die 4, dan kopieer ik die formule die erin staat. Die formule die zie je hier bovenin die tekstbalk zie je die staan. Als ik deze nou kopieer, dan kopieert hij die formule en dan kopieert hij ook automatisch alle andere waarden kopieert hij mee. Je ziet nu in alle aansluitende cellen telt hij hier dus eentje mee op. En op het moment dat ik nu eventjes in die cel kijk, dan zie ik hij heeft hier B7 plus 1 van gemaakt. Ga ik 1 cel verder naar beneden, dan heeft hij hier B8 van gemaakt. En hier 1 cel, B9 en daar al B10. Kijk, hartstikke mooi. Goed, we hebben nu dus een complete tabel. En op basis van deze dingen, hij herkent het nu ook allemaal als getallen. Dat is ook altijd even belangrijk. Kunnen we hier nu een grafiek van maken? Om daar een grafiek van te maken, selecteer je eerst die gegevens. Dan klik je op invoegen. Invoegen. En dan staat hier staat een spreidingsgrafiek. En die spreidingsgrafiek vind je ook in iedere spreadsheetprogramma. Spreidingsgrafiek, en dan kiezen we eigenlijk altijd voor de eerste. We tekenen nu eigenlijk alleen maar even de stipjes die hierbij horen. Dan gaan we ons zo meteen zorgen maken over de KI-grafiek die hier eventueel bij hoort. Goed, nou mooi. Heeft hij dat op de verticale as, heeft hij dat erbij gezet. Kan ik hier nog even astitels vanzelfsprekend kan ik erbij zetten. Die staan hiernaast. Arstitels moeten er eventjes bij. Kan ik deze hier aanklikken? Ik had verticaal, had ik dus de afstand in de eenheid meter. En horizontaal, hier heb ik de tijd in de eenheid seconde. En die grafiektitel, ja. Voorbeeld. En laten we even wild doen, KI grafiek. Want we praten hier natuurlijk over metingen. En metingen zijn nooit helemaal perfect. Dus deze getallen die hebben wel een bepaald verband met elkaar. Maar iedere meting heb ik er een klein stukje naast gezeten. Ik schrijf hem even aan de kant, dan kunnen we ook meteen die tabel nog zien. Als we hier nou een vloeiende lijn doorheen willen krijgen, zetten we onze muis op een van die punten. Vervolgens klik je op de andere muisknop. Dus dat betekent de rechter muisknop. Dus niet de muisknop voor het selecteren, maar die andere. En dan krijg je dit menu. En hier onderin staat de trendlijn toevoegen. Vervolgens krijg ik hier aan de zijkant, springt er meteen al een menu in beeld. Ga ik me zo meteen even zorgen over maken. Maar als ik nu eventjes kijk naar wat hij eigenlijk heeft gedaan. Hij heeft hier keurig netjes een zo recht mogelijke lijn tussen al die punten heeft hij getekend. Op het moment dat ik nou een van die punten hier verander, dus ik maak hier bijvoorbeeld 110 van. Dan zien we ook dat hij inderdaad, hij maakt geen verbinding tussen die eerste en die laatste. Hij zorgt er gewoon voor dat hij een zo recht mogelijk, zo eerlijk mogelijke lijn tussen al die punten heeft gevonden. Goed, dit noem je dus een trendlijn. En die trendlijn die kan ik nu selecteren en ik kan nu zelfs zeggen van joh, weet je wat, geef mij maar even een vergelijking. En dan hebben we hier een vergelijking die hoort dus bij die lijn. Daar staat een richtingscoëfficiënt in. En de richtingscoëfficiënt van een afstand-tijdgrafiek is inderdaad de snelheid. Dus uit deze grafiek die je hier ziet staan, kun je de snelheid achterhalen. Dan wordt het buiten een beetje onrustig. Ik zal deze even terugzetten naar 100 en dan verandert hij hem automatisch terug. Dus we kunnen heel veel. Zorg er wel voor dat je dus een spreidingsgrafiek hierin zet en geen andere vormen, geen histogrammen of wat dan ook, het verbinden van punten. Nee, een spreidingsgrafiek met een trendlijn.
Oké, ga ik nu even de deur dicht doen. Zo. En dan kunnen we nu verder naar hoe we dit nou in vredesnaam gaan doen met die andere verhaal. Want we hadden hier een ander voorbeeld. Dat ging over... geen glijdingsmodus, dit heet de elasticiteitsmodus. Wat ik net opnoemde was wat anders. Dit zijn de gegevens die ik heb verzameld. En ik heb meteen al een aantal dingen klaargezet. Ik zie hier de kracht, ik zie daar de oppervlakte. En hier kunnen we dus de spanning in die elastiek, want dit was een elastiek experiment, die spanning kunnen we zo meteen gaan uitrekenen. Wat is nou die oppervlakte? Nou, stel je voor, ik had hem hierboven staan. Hè? Ik had een oppervlakte van 1 vierkante millimeter. Heb ik eventjes gebruikt. En hieronder heb ik Excel laten uitrekenen. Door hem een aantal keer door 100 te delen. Heb ik Excel laten uitrekenen van wat nou eigenlijk die oppervlakte is van die dwarsdoorsnede. Er zijn allerlei moeilijkere dingen horen daarbij, maar we doen het nu gewoon eventjes zo. Ik ga deze kopiëren. Want ik ga er eventjes van uit dat hier in alle situaties die oppervlakte hetzelfde is gebleven. Dit gaat nu eventjes fout. En dan ga ik hem even speciaal plakken. En dan kies ik hiervoor waarde. En dan plakt hij keurig netjes dat getal 3. Als ik hem nu doorkopieer, dan zie ik dat hij accepteert nu voor alle metingen die ik heb uitgevoerd, zien we hier nu dezelfde waarde staan. Als ik de sigma moet uitrekenen, dat is de hoeveelheid kracht gedeeld door de oppervlakte. Dus wat er in deze cel moet komen, is de hoeveelheid kracht, B4, gedeeld door de oppervlakte. En ik druk op enter. En in dit geval is het natuurlijk 0, want 0 gedeeld door iets is altijd 0. Maar ik kan deze nu kopiëren. En dan ga ik hem hier plakken. En dan zie ik dat hij keurig netjes voor ieder onderdeel berekent hij nu de sigma. Dus hij heeft voor iedere rij heeft hij nu dus apart sigma uitgerekend. Datzelfde trucje kunnen we natuurlijk uitvoeren met de lengte. Nou, de lengte bij 0 newton is 64. Had ik natuurlijk ook op kunnen noemen. Die is hetzelfde als deze, maar dan loop ik in de problemen. Het meest eenvoudige manier om een spreadsheet op te bouwen is zoals ik nu eventjes voordoe. Deze was 64. Dan zal ik eventjes 64,0 opschrijven. En dit kopiëren we door. En de lengte in alle situaties, de onbelaste lengte, dus dat betekent als er niks aan hangt, is de onbelaste lengte natuurlijk 0. Goed, het verschil in lengte. Het verschil in lengte is dus de uiteindelijke lengte min de lengte op tijdstip is 0, op kracht is 0. En nu komt hij natuurlijk uit op 0,0. Dat is hartstikke mooi. Maar als ik dit doorkopieer, deze formule, berekent hij nu overal keurig netjes het verschil in lengte uit. Hierbovenaan, Excel is altijd een beetje lastig om daar speciale symbolen in te zetten. Dus ik heb voor mezelf de gewoonte gemaakt om die gewoon even uit te schrijven. Dan weet ik tenminste waar het over gaat. Goed, gaan we epsilon uitrekenen. Epsilon was delta L gedeeld door L0. Dus dat betekent delta L gedeeld door L0. En dan berekent hij hier al epsilon. Yeah! Oh, kijk. En zo langzamerhand begint er nu echt wel wat te dagen. Gaan we nu de elasticiteitsmodulus uitrekenen van het ding. Elasticiteitsmodulus was sigma gedeeld door epsilon. Is dus sigma gedeeld door epsilon. Hatsaflats. 0 gedeeld door 0. Ja, dan geeft hij een foutmelding, want je mag niet door 0 delen. Kijken wat er voor de rest gebeurt. Kijk, dus die eerste meting, dat vond hij een beetje lastig. Dus die haal ik weg. Maar die rest, die blijft hier gewoon keurig netjes staan. En nu moesten we nog eens een keertje een grafiek uitrekenen ook. En die grafiek, dat was, wat was de opdracht? Ik pak hem er even bij. Maak een spanning-rek-diagram. Dus dat betekent, we moeten verticaal de relatieve rek neerzetten. Verticaal epsilon en horizontaal sigma. Dus wat we gaan doen, we gaan sigma op de ene as zetten. Dus ik selecteer deze gegevens. Dan hou ik Ctrl ingedrukt, dat is CTRL. En als ik dat doe, dan kan ik deze er ook nog eens een keertje bij selecteren. En dan ga ik net zoals eerder invoegen, spreidingsgrafiek. En daar is mijn grafiek.
En dan mogen we ook nog eens een keertje dieper gaan nadenken over wat al die twee punten nu precies betekenen. En daarvoor ga ik nadenken over hoe ik dit nou eigenlijk heb uitgevoerd. Ja, kijk, ik ben hier ben ik in, heb ik de kracht op laten lopen. En in het tweede gedeelte heb ik de kracht af laten nemen. Dat zijn twee verschillende natuurkundige processen. Dus, we moeten deze grafiek moeten we opsplitsen in tweeën. Hoe gaan we dat nou doen? We gaan de gegevens selecteren. En het eerste wat ik ga doen, ik ga hier deze reeks ga ik bewerken. En dan ga ik de x-waardes, geeft hij ook meteen al aan, de x-waardes neem ik nu even wat minder resultaten van. Dat is nou, dit is namelijk het gedeelte waarbij ik dus de kracht heb toe laten nemen. En de y-waardes, die staan hier en nu staat er wat in de weg. Dat kan ik nu niet wegslepen. En dan gok ik eventjes dat het deze lengte is en dan ga ik dat controleren. Dan zie ik dat die x-waarden die lopen tot D13 en de y-waarden tot H13. En ik druk op enter en ik heb nu opeens een nieuwe reeks. Ik zie ook meteen in mijn grafiek hier al dat hij de onderste kant heeft weggehaald. We gaan een tweede reeks toevoegen. Die reeks x-waardes. Die starten vanzelf bij de 2,49, want dat is namelijk wat er heeft afgenomen. Wat er is afgenomen. Zo. En ook hier in deze situatie kunnen we er eventjes... Oh, god, wat doet hij nou? Deze situatie kan ik ook even kijken naar wat voor een soort getallen hier nou eigenlijk in staan. Kom op, even gehoorzamen nu. Daar is de eerste. Mooi. Oh jee. Ah, rotding. Ik haat computers. Goed, dan gaat hij deze selecteren. En kopiëren en dan gaan we die hier gaan we die plakken. Wat nou? Gehoorzaam dan maar. Deze even weg. Aar! D21 hoort daar te staan. En dan doet hij hier al wat minder moeilijk over. En dan hadden we hier al D21. En nu zijn de kolomgetallen zijn nog verkeerd, dus die ga ik nu even aanpassen. F2. En dan hebben we hier epsilon stond in kolom H. Dus hier komt kolom H. En daar komt ook kolom H. En ik druk op enter. En hij heeft keurig netjes in een andere kleur mijn tweede reeks hier neergezet. Hier moet een trendlijn doorheen. En daar gaat een trendlijn doorheen. En ik heb keurig netjes nu, sleep ik hem eventjes in het midden. Mijn twee grafieken voor de twee natuurkundige processen die hierbij horen. Natuurlijk kan ik er ook allemaal nog astitels bij zetten. Maar dat laat ik even aan jullie over. Oké, nou dat was hem. Control, wat was dat weer? Windows, Shift.